mensen genieten gewoon echt van het leven. En ja, ik doe er lekker aan mee. Het is heerlijk te vertoeven. Ja, la dolce vita. De eerste keer dat jij op jezelf woont en dan ook nog in het buitenland. Hoe gaat dat? Eigenlijk heel goed. Ik heb een mooi appartementje. Voel ik me gewoon lekker. Hier dicht bij het centrum. Altijd veel mensen om me heen. Daar hou ik van. Ja, het is gewoon heel levendig. En dat is denk ik wel waarom ik me hier gewoon echt thuis voel. Scusa, avete prosciutto crudo? Sì, in pranzo. Ah, va bene. Nou, va bene, niente. Zou je nou? Of de ham hebben waar ik van hou. Zo'n speciale ham hier. Die vind ik altijd heerlijk. We are walking like in a dolce vita. This time we got it right. We're living like in a dolce vita. Gonna dream tonight. Er is geen sprake van heimwee, begrijp ik dan? Nee, alles behalve ik. Ik ben hartstikke blij om hier te zijn eigenlijk. En ja, zoals je ziet, het is gewoon echt een mooie stad. En dat heeft me gewoon echt geholpen. Als ik ergens kwam waar het gewoon dood was, dan had ik misschien dat meer gehad. Maar hier eigenlijk alles behalve. Daar was ik aan toe. Alleen ja, natuurlijk in deze stad, grote stad, in Italië, andere taal. Was natuurlijk heel anders. En ik denk dat het me eigenlijk heel goed afgaat. Uiteindelijk, ik heb wel echt gewoon hier zo'n goed gevoel en het is zo'n mooie stad en een mooie club. Ik wil hier uiteindelijk wel slagen, dat heb ik echt gewoon op mijn hart. En als ik iets graag wil, dan moet dat ook graag gebeuren. En in ieder geval dat ik me straks in de spiegel kan aankijken, dat ik alles aan heb gedaan om hier te slagen. En ik geloof erin dat het ook gaat lukken. Waar staan we hier? In de tunnel met alle spelers die voor Bologna en de Serie A hebben gevoetbald. Daar sta jij nu ook bij, hè? Ja, nu als allerlaatste komen nog twee bij, maar ja, die is wel mooi om te zien. Dat is ook wat, hè? Vorig seizoen eerste divisie in Nederland en nu Serie A in Italië. Ja. Dat is even wennen, denk ik. Ja, het is heel anders, maar het bevalt me eigenlijk heel goed. Heel anders voetbal. Voetbal ligt me eigenlijk wel echt, het is gewoon, ja, het is een van de betere competities ter wereld, denk ik. Ben je trots op jezelf of niet? Ja, trots. Of kijk je er zo niet naar? Nee, ik kijk over. Maar deze gang is 200 meter, hè? Ja, is niet normaal lang. Die loopt van de parkeerplaats naar de kleedkamer? Van 1909 tot nu 2021, elke. Maar jij staat er wel mooi even tussen, hè, Sidney? Ja, nee, het is wel leuk om te zien. Maar trots, ja. Misschien over 15 jaar. Heel anders dan Radverlegger. Kan je wel zeggen, ja. Ja, heel anders. Kan je zeggen dat je veel geleerd hebt? Ja, ontzettend veel. Op verschillende vlakken, op menselijk vlak, maar met name op voetbalvlak. Elke dag moet je trainen op hoog niveau. En elke training moet je zeg maar 100% zijn om goed te doen. En ik denk dat als je altijd 100% moet concentreren, dat je dan beter wordt. Wat is het grote verschil met NAC als je dat vergelijkt met deze club, met Bologna? Ja, het niveau is natuurlijk, ja, dat kan je niet echt vergelijken. Ja, Italiaanse voetbal, het soort voetbal is natuurlijk zo anders. De beleving is anders. Als je één wedstrijd niet wint. Ja, bij NAC is het natuurlijk ook wel een soort van, daar is het ook altijd onrustig. Daar niet van, hier is het rustiger eigenlijk. Maar ja, als je hier bijvoorbeeld, we stonden 11 en toen gingen we op trainingskamp een week omdat
ze niet tevreden waren. Ja, dat zie ik bij NAC of in heel Nederland eigenlijk niet zo snel gebeuren. Wat is jullie duckout? Deze? Die ken ik wel. Hier moet je wel weg zien te komen, hè? Van die banken. Ja, sowieso. 4 invalbeurten nu, hè? Ja. En eentje in de beker, volgens mij. Ja, in de beker. Ja. Gaat goed komen, maar het is, ik wist toen ik je tekende... Ik had zelfs al niet verwacht dat ik 4 invalbeurten nu al zou hebben. Ik wist hoe het was en ik weet het plan met mij. En wat houdt dat plan in? Ja, dat is ook al een beetje tussen de club en mij. Maar ja, ik zou sowieso hier het eerste half jaar zijn. En dan zou ik, als ik het gewoon goed doe, zou ik altijd bij de selectie zitten. Nou, ik heb er altijd bij gezeten. Ik heb 5 keer ben ik ingevallen. Maar goed, eind december, hè, na een half jaar zou je de balans opmaken. Dan zou duidelijk worden of je verhuurd gaat worden. Zit dat erin, denk je? Wil je dat? Ga je dat doen? Ja, ik weet niet of ik... Ik weet het nog niet eigenlijk goed. Het is zeker een optie. Ik heb er nog niet eens met Bologna over gehad. Dus dat zegt misschien ook wel iets. Dus... In Breda zoeken ze nog een spits, hè? Dat weet je. Ja, ja. Het is, nou ja, NAC is altijd leuk. Maar ja, ik weet niet. Ik weet, ik kan er niet te veel over zeggen. Bologna, daar heb ik nu niet met hen over gesproken. Dus dan zal het raar zijn als ik nu hierover wel ga spreken. Maar het zou ook raar zijn als je terug zou gaan naar NAC, denk ik, of niet? Ja. Of sluit je niks uit? Nee, ik sluit sowieso niks uit. Ik weet, in voetbal kan het altijd raar lopen. Dus uitsluiten doe ik gewoon helemaal niks. Je had een heel erg goed jaar gehad bij NAC, 16 doelpunten gescoord. Maar het was wel een heel turbulent jaar. Hoe kijk je terug op die periode, de laatste periode? Ja, met verschillende gevoelens. Ja, er is zoveel gezegd en geschreven en het was nooit rustig. Heel veel van geleerd. Dus ja, al die soaps en al die dingen. Het was niet makkelijk altijd. Het was best wel, ja, allemaal nieuw en het was nooit eens een keer rustig. Maar ik kan wel zeggen dat het me ook hier heeft gebracht. Maar als het allemaal niet gebeurd was, dan had je nu waarschijnlijk nog gewoon in Breda gespeeld. Ja, nee, klopt. Ja, ik hoop gewoon dat het met NAC goed gaat en ik volg alles. Dus ja, dat kan ik nog niet van me afzetten. Ik ben er wel een beetje, ja, obsessief mee. Ik volg alles, ik wil alles weten. Maar ja, ik voel me ook nog soort van spelen gewoon van NAC. Want jongens lachen hier altijd om mij. Dan is het vrijdagavond, hebben wij meestal op zaterdag wedstrijd, zitten we in een hotel. En dan zeg ik, ja, dat zit ik weer NAC om mijn iPadje te kijken. En dan denk ik, wat doet hij nou allemaal? Ik weet zeker dat jij nog een keer terugkomt bij NAC. Ja, ik hoop het wel, maar ik heb van mijn vader... Ook weer andere plannen, hè? Nee, ja. Ik heb van mijn vader geleerd dat ik nooit moet zeggen, dat heeft hij wel gedaan, daar heeft hij spijt van gehad. Dat hij dat heeft gezegd, want dan leg je jezelf een soort van druk op. Dus dat zal ik niet zeggen, maar ik zal geen belofte maken. Maar ik hoop wel diep in mijn hart dat ik zeker nog terugkom. Ik hoop gewoon dat ze zo snel mogelijk naar de Eredivisie gaan. Want ja, dan maakt het toch ook wel wat interessanter. Al leven hier, hè? Is niet slecht, hè? Nee. Is niet slecht. En hoe is het met de meisjes hier? Is dat ook nog leuk, ja, of niet? Er zijn wel leuke meiden. Het is de oudste studentenstad. De oudste universiteit van Europa, maar... Ik moet eerlijk zijn, ik hou me niet eens zoveel mee bezig, want... We hebben niet zoveel vrije dagen, dus... Lekker wat eten af en toe en dan... Voor het Italiaanse open... meiden zijn wel bekend om hun schoonheid, hè? Of kijk je daar niet naar? Ja, tuurlijk kijk je, anders zou ik liegen. Nee, er zijn genoeg mooie dames hier, maar nog geen vriendin van mij. Kut vragen. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. Ik heb hier gewoon wel, ik ben hier om een reden en dat is voetbal. En dat heb ik ook vanaf moment 1 gewoon echt in mijn mind gewoon gehad en ik ga ook nooit eigenlijk stappen hier. Tuurlijk, af en toe heb je dan natuurlijk ook helemaal als NAC speelt, dan, ja, dan toch komt dat gevoel soort wel dat je er ook wilt zijn. Alleen ja, ja, carnaval natuurlijk ook. Maar ik moet dan altijd goed nadenken en dan ben ik ook gewoon dankbaar dat ik hier ben en dat ik hier mag zijn en dan gaat dat gevoel ook weer snel weg.
Laat mij gaan.